De achterliggende gedachte is om ouders, maar ook andere steunsysteem om jongeren heen, tools, vaardigheden, kennis, informatie mee te geven hoe om te gaan met jongeren die eventueel drug of alcohol gebruiken. Hoe groot is dit probleem in Suriname? Het probleem is groeiende. Als we vorig jaar vergelijken met dit jaar, hebben wij een toename van aanmelding van jongeren die drug en alcohol gebruiken. Het is de leeftijd al 13, tussen 13 of vanaf 13 jaar tot ouder. Over het algemeen zijn het jongens. Een van de oorzaken van het gebruik van drugs onder jongeren is omdat die tegenwoordig makkelijk verkrijgbaar zijn. Peer pressure en experimenteren zijn voornamelijke risicofactoren waarom jongeren drugs gaan gebruiken. Eugène Vliessen, verpleegkundige van de afdeling Detox, zegt dat ouders meer controle moeten uitoefenen op de handelingen van hun kinderen. Dat kan helpen om erger te voorkomen. Dat ze moeten letten op het gedrag van hun kinderen. Ze moeten letten op de vrienden die ze hebben. En ze moeten ook regelmatig in hun tassen kijken, want ik denk dat dat niet zo regelmatig gebeurt. En ook letten op verandering van gedrag. Weet je, want als je ziet dat je kind een abnormaal gedrag vertoont, agressiviteit en dat soort dingen, dan moet je dan als ouders dan direct aan de bel trekken en gaan onderzoeken waarvan het gedrag komt. Er moet meer controle en voorlichting komen om het alarmerend gebruik van drugs te stoppen. Het gebruik heeft veel negatieve effecten op het ontwikkelingsproces van jongeren, zegt Tariq Kariman, arts in opleiding psychiatrie. Als we kijken naar de drop-out van school, dan wanneer deze mensen aan drugs zijn, dat er veel meer drop-outs zijn, het gaat steeds slechter met ze. De crimineel gedrag, vertonen ze ook diefstal, kruimeldiefstal, dat komen allemaal voor. We weten allemaal dat drugs ook lichamelijke gevolgen heeft en ook geestelijke gevolgen. Ook geestelijke gevolgen. Kijk, jongeren die zijn in ontwikkeling, de hersenen zijn in ontwikkeling. Wanneer ze aan drugs zijn, dan vindt de ontwikkeling op een heel andere manier plaats. Deze mensen kunnen dan veel minder goed functioneren, school kunnen ze minder goed afmaken, waardoor de ontwikkeling ook veel anders is. Dus ook deze kinderen eigenlijk, of deze jongeren iets voor de maatschappij kunnen betekenen. Dat zien we dat het juist slechter gaat.